Voorbij. Tijd om weer wakker te worden. Gegroet, Heer van het Licht. Mogen u aan mij mijn mond geven, opdat ik ermee kan spreken. Hoor ik daar mijn wekker weer? Ja, wakker worden. Nou, daar gaan we dan weer. Maar vertel eerst eens, hoe vond jullie moeder de ketting? Een goed idee van mij, hè? Ja, dankjewel, Mau. Ze vond hem prachtig. Ja, ze heeft hem al de hele week om. Maar Mau, eigenlijk wilde je eerst even wat vragen. Wel, wat is dat dan? Nou, we willen niet onaardig zijn, maar je ziet er zo grappig uit. Grappig? Ja, waarom heb je toch al het verband om? Ben je gewond geraakt bij een ongeluk of zo? Ik dacht al dat jullie daar eens over zouden beginnen, maar ik ben namelijk een mummie. In Egypte is een mummie een dood lichaam dat op een speciale manier behandeld is, zodat het goed bewaard blijft. En dat is dus ook met mij gebeurd. Ik ben een dode kat. En ook een mummie. Ik ben gemummificeerd, zodat ik voor eeuwig in dit lichaam verder kan leven. Nou, de eerste 3000 jaar gingen Jannes niet zo best af. Toen heb je vooral zitten slapen. Ach, niemand is volmaakt. Maar goed, hier ben ik dan toch. Werd iedereen gemummificeerd? Oh nee, zeker niet. Het was een hele eer als dat met je gebeurde. En het kostte bovendien veel tijd en moeite. Maar met ons katten gebeurde het vrij vaak. Katten waren voor de oude Egyptenaren heel speciale dieren. Als er ergens in een huis brand uitbrak, dan was het eerste wat de Egyptische families deden, de kat redden. Ha, zo bijzonder waren wij. En als er jonge katjes geboren werden, dan was dat altijd een heel feest. Niet vreemd, hè, denk ik. Maar de mensen behandelden ons ook met eerbied als we doodgingen. Ze hadden speciale begraafplaatsen voor katten en daar werden we met duizenden begraven. Grote katten, kleine poesjes. We waren allemaal even belangrijk. En als wij katten doodgingen, dan namen ze ons van top tot teen onder handen. En dat gebeurde dus, omdat de oude Egyptenaren vonden dat wij zo bijzonder waren. Ha, en dat waren we natuurlijk ook. Mauw. Werden alleen katten gemummificeerd? Oh nee, ze deden dat ook met andere dieren. Honden en vogels bijvoorbeeld. Ha, en natuurlijk vooral ook met mensen. Maar waarom deden de Egyptenaren zo moeilijk? Het is toch een heel goed doel om een mens of beest zo in te pakken? Wel, eigenlijk was het de bedoeling om zo de dode lichamen goed te bewaren, zodat ze niet helemaal vergaan. Kijk, in Egypte was er ook wel een andere manier om de lichamen goed te bewaren. Je begroef dan gewoon de lichamen in het droge zand. Dan droogden de lichamen zo uit dat ze bewaard bleven. Want er was dan helemaal geen vocht meer dat het lichaam kon laten vergaan. Maar als je dode mensen in een groot graf legt, dan blijft er altijd een beetje vocht in de lucht hangen. En als je niet oppast, kunnen de lichamen daardoor helemaal vergaan. En om dit niet te laten gebeuren, kregen de dode lichamen in het oude Egypte dus een speciale behandeling. En dit heette mummificeren. Eerst haalden ze de hersens uit het lichaam
en dan de lever en de longen. En dan lieten ze al het water en bloed weglopen. Daarna stopten ze het lichaam vol met iets droogs, zoals zaagsel en geurige gedroogde kruiden. En smeerden ze de buitenkant in met olie. En tenslotte wikkelden ze het lichaam dan helemaal in met linnen doeken. En als je dat zo deed, dan kon het lichaam voor altijd verder leven? Oh nee, daar komt nog veel meer bij kijken. Miauw. Wat dan? Het maakte veel uit of je wel op de goede plek begraven was. De mensen woonden op de oostelijke oever van de Nijl. Maar je moest juist op de andere oever aan de westelijke kant begraven worden. De kant waar de zon ondergaat. Dus een dood lichaam moest op een dode schip het water overgevaren worden. Rauw. En als de mensen dan aan de andere kant van de rivier waren, dan legden ze het dode lichaam in een onderaardse grafkamer. En ook hier moest je opletten dat je de juiste dingen deed. Miauw. Er moesten bijvoorbeeld hiërogliefen in de muur uitgehakt worden met precies de goede teksten. Het waren vooral waarschuwende teksten om het kwaad ver van het graf te houden. Rauw. En de schilderingen op de muur waren ook heel belangrijk. Er stonden allemaal aanwijzingen in die de gestorven mensen op weg hielpen naar de dodenwereld. De kunstenaars maakten eerst een kleine schets. En daar legden ze een ruitjespatroon over. En die ruitjes gebruikten ze dan om de kleine tekening precies na te maken in een grote schildering. En tenslotte kleurden ze de lijntjes in of ze hakten de lijnen uit in de steen. En als ze klaar waren, dan veegden ze de ruitjes weg, zodat je daar niets meer van zag. En er was nog iets dat je moest doen. Je moest de graftombe volzetten met allerlei voorwerpen die een persoon misschien nodig kon hebben in de dode wereld. Bij arme mensen stonden vaak maar een paar dingen in het graf. Maar als je rijk was en in een grotere graftombe begraven werd, dan had je van alles bij je. Meubels, een bed, een vaas en kleine beeldjes van dienaren die al het werk voor je deden in het dodenrijk. Zo'n knechtje heette een shapti. Ik denk trouwens dat er wel een paar van zulke beeldjes in die kist van mij zitten. Rauw. Bedoel je zo eentje? Ja, dat is er een. Miauw. Die van mij heeft allemaal van die rare hiërogliefen erop. Ja, er staat dat als de dode iets aan de shapti vraagt om te doen, dat de shapti dat dan met plezier zal doen. Nou, ik kan wel een paar van die knechtjes gebruiken. Ja, die kan mijn huiswerk doen. Hij is wel een beetje klein. Waarom maakten ze van die kleine dingetjes? Nou, sommige dingen van de Egyptenaren waren misschien klein. Maar andere dingen waren juist weer enorm groot. Rauw. Denk maar eens aan de piramides. Een piramide was het graf van een farao. Nou, er bestaat dus echt niets groters dan zo'n ding. Miauw. De grootste gebouwen die ooit gemaakt werden. Tenminste, dat waren ze in mijn tijd. Is er ooit iemand geweest die iets groters heeft gebouwd? Ha, ik vraag het me af. Ik vraag het me af. Werden al de farao's begraven in piramides? Oh, nee. Ah.
Nou, dat zou een hoop werk geweest zijn. Maar waar werden die farao's dan begraven? Nou, veel van hen werden begraven op een plek die de Vallei van de Koningen werd genoemd. Miauw. Het ligt op de westelijke oever van de Nijl, dus aan de kant waar de zon ondergaat. Het is een rotsachtige plek. En bijna al de farao's die later regeerden, werden daar begraven. Natuurlijk samen met een heleboel kostbaar goud. Het probleem was alleen dat iedereen wist dat die graven volgestopt waren met gouden schatten. Dus toen de jaren en eeuwen voorbij gingen, slopen de dieven naar binnen in die graven. En zo werden één voor één alle graven leeggeroofd. Rauw. Of, wat zei ik? Alle graven? Wel, er was dus één farao van wie het een groot geheim was waar precies zijn graftombe lag. Meer dan 3000 jaar lang wist niemand waar die begraven lag. Zijn naam was Toetankhamon. Misschien bleef zijn graf wel een eeuwig geheim. Mauw. Er was jarenlang naar gezocht door een Engelsman die Howard Carter heette. Hij werd voor dit werk betaald door een rijk man, Lord Carnarvon. En Carnarvon had er op een gegeven moment genoeg van om Carter steeds maar weer te betalen, terwijl het werk niet veel opleverde. Hij stond dan ook juist op het punt om Carter te laten stoppen met werken, toen Howard Carter net iets ontdekte. Een trap met 16 treden. En aan het eind daarvan was een dicht gemetselde deur, waaraan nog het zegel van Toetankhamon hing. En dat betekende dus dat hier nog nooit eerder iemand naar binnen was gegaan. Carter stuurde meteen een boodschap naar Lord Carnarvon. Eindelijk. Bijzondere vondst gedaan in de vallei. Een prachtig graf met nog een compleet zegel. Gefeliciteerd. Lord Carnarvon kwam meteen naar de plek van de opgraving toe. En samen probeerden ze het graf open te breken. Nadat ze een klein gat hadden gemaakt, pakte Carter een kaars en keek naar binnen. Rauw. Nou, kom op, Carter. Wat zie je daar allemaal? Ik zie prachtige dingen. Grof farao ontdekt. Grote ontdekking in Egypte. Grof farao ontdekt. Intussen werkte Carter verder. En hij ontdekte dat er 4 aparte grafkamers onder de grond lagen. En 3 daarvan zaten vol met schatten. Vreemde dieren en allerlei beelden en goud en overal de glans van goud. En midden in het graf lag de mummie van farao Toetankhamon zelf. Met een gouden masker op zijn gezicht. Rauw. Alle kostbare voorwerpen, zoals het gouden masker, werden naar het belangrijke museum in de Egyptische hoofdstad Caïro gebracht. Rauw. Maar het lichaam van Toetankhamon zelf werd verder met rust gelaten. Het werd bewaard in een graf in de Vallei van de Koningen. En daar ligt hij nu nog steeds, tot op de dag van vandaag. Slechts eenmaal werd het graf van de farao nog een keer geopend. Dat was toen geleerden het lichaam wilden onderzoeken om te zien waaraan de farao was doodgegaan. Rauw! En deze keer waren er filmcamera's bij. Heel voorzichtig wikkelden ze de doeken eraf.
En daar was hij. Na 3500 jaar. Farao Toetankhamon. Miauw.